wear a sarong. I thought I needed it because I have the shorts. Yeah, but you have the trousers on. But you also need to wear a sarong. Iedereen een sarong aan. Allemaal gelijk. And there's a specific fountain where people collect the water here, requesting the offering for baby ceremony and also to protect the house and the energy. But when they collect the water, after they've done this ritual, they need to bring up the water and then come in. So you have to use them all because you have to collect the water with the water. And then so two. Okay, there. Those two I don't use. Yeah. Ik ga hier echt niet in. Hey. Nou, ben benieuwd wat je gaat doen. Ze gaan me reinigen. Nee, dat zou helpen. Renaat, met mijn witte peuties. Toen ik net had gekeken, het viel me wel op dat er heel veel buitenlanders in het water staan. Ja? En ik zag geen enkele local. Nou, dat maakt het niet uit. Het zal helpen. Wat zei je nou, Renaat? Heb jij een kinderjurkje gekregen? Alle volwassenen lopen in het groen. Ook kleine mensen hebben recht op een plekje op deze wereld. Misschien moet jij ook omkleden, kunnen ze jou ook reinigen. Ja, dat zou helpen.